Sof, ik ga meteen duidelijk met je zijn. Wat jij nu hebt, ga ik niet voor je namaken. Je kan A, veel beter lopen. Het kan stoerder. En je bent het aan het verbergen. En ik dacht echt, ik werd echt boos. Ik dacht, ik wil niks stoers. Ik wil gewoon twee normaal mogelijk benen. En daar zijn we weer. Nieuwe aflevering van de podcast Onbeperkt. Het gaat over beperkingen in het leven, of die nou groot of klein zijn. En hoe mensen daarmee omgaan. Dat doe ik altijd samen met Eva Eickhout, mijn partner in crime, zoals dat zo mooi heet. En wat ik leuk vond, bij onze nieuwe gast leefde ze helemaal op. De deur ging open en ze kwam binnen en ik zag Eva helemaal, yes, ze is er. Dat nou, heb ik bij jou nou nooit, hè? Nee, dat bedoel ik, ja. Dus ik herkende dat ook meteen, dat verschil. Ik voel een beetje jaloezie. Ja, nou ja, jaloezie is niet het juiste woord. Zal ik volgende keer beter mijn best doen als jij binnenkomt lopen. Ja, nou ja, goed. Nee, klopt. We hebben een hele leuke dame bij ons in de studio namelijk. En wij kennen elkaar eigenlijk al een beetje. Sofianne Onland, welkom. Dank je. Naast dat ik heel erg jaloers ben op jouw prachtig volumieuze haar altijd, herkennen we elkaar denk ik van social media. Ja. En jij zit hier vandaag omdat je onder andere bent geboren met je volumieuze haar, maar ook 25 centimeter korter linkerbeen. Klopt. Je hebt onlangs met jouw lezing een TED-talk gewonnen. En je gelooft er eigenlijk best wel in dat we het schoonheidsideaal van vrouwen kunnen verbeteren als we onze flaws wat meer zouden laten zien. Je wat? Ja, onze flaws. Onze, ja, dat vind ik een beter woord. Flaw, dat ik, ja. Ja, hoe noem je dat? Goeie vraag. Onze mankementen vind ik altijd een beetje een waarwoord. Dat we zeg maar de mooie en de minder mooie kanten allebei laten zien. Ja, dat je gewoon, ja, dat je waar je anders bent het meer laat zien, denk ik. Zoiets. Je beperking? Of is dat niet de juiste beperking, woord? Ja, ik vind beperking, ja. Nou ja, goed. Jij hebt ook een beperking die je misschien niet per se ziet. Ja, geen humor. Dat heb ik heel vaak genoeg verteld. Onder andere. Ja, als een van de eerste, ja. Ja. Waar we het in de vorige podcast ook over hadden met Hein, dat hij nadat hij beperkt zich wat meer kwetsbaar heeft opgesteld, dat ook best mooi kan zijn. Maar toch is dat een beetje, ja, sowieso altijd mooi. Ja, precies. Maar ja. Jij gelooft er best wel in dat als we dat meer laten zien, toch dat het vrouwelijk schoonheidsideaal ook wat, ja, beter kan worden eigenlijk. Zeg ik het dan goed? Nou, niet alleen vrouwelijk. Ik denk van iedereen eigenlijk. Dus ik denk dat we in een tijd leven waarin social media natuurlijk, ja, wij kennen elkaar via social media. Zeker. Ik zeg ook niet dat dat alleen maar slecht maar is, hoor. Ik weet hoe dat precies werkt, hoe je elkaar dan kent van social media. Ja. Ik ben ietsje ouder. Heb jij Instagram? Je hebt, ja, het wel. Ik heb, je hebt wel Instagram? Ik gebruik het nooit. Jij doet er echt niks mee, hè? Maar jullie sturen berichten naar elkaar? Ik weet even niet meer hoe dit ging. Ja, volgens mij had jij mij een berichtje gestuurd een keer gewoon in DM. Ik zag jou en toen dacht ik, ik vind jou cool, ik vind het vet wat je doet. Toen raakte je gewoon aan de praat. Stuur bericht. Ja. Ja. Een slide in iemands DM. Slide. Ken je dat? Nou, ik hobbelde eerder. Maar dat doen mensen ook om elkaar te versieren. Dus je moet wel oppassen hoe je het aanpakt als je het ook wel gaan doen. Daar ben ik bang voor te zijn. Maar ik begrijp dat mensen, nou, zo kennen jullie elkaar dus. Ja. Okay, ja. Maar dat was in coronatijd. Dus wij hebben het nu de eerste keer dat we elkaar echt live zien. Hebben we elkaar nooit live gezien? Nee, ik snap dat het niet zo voelt. Maar... Wow, dat voelt inderdaad echt niet zo. Nee. Maar we wilden toen afspreken, maar toen was het echt midden in een dikke lockdown. Ja, dat klopt. Wel gebeld. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je als kijker nu even denkt, ja, dit over allemaal? Goed. Ja. Goed. Hi. Hi, leuk dat je er bent. Hoe Dank gaat je. Het met je? Het gaat goed. Fijn. Het gaat heel goed. Maar het ging over dat schoonheidsideaal. Ja. En dat kwetsbaarheid eigenlijk mooi is voor iedereen. Ja, en jij had het over vrouwelijk schoonheidsideaal. Ik denk niet alleen vrouwelijk, maar ook gewoon eigenlijk voor iedereen. Dat we dus in een tijd leven waarin het perfecte plaatje natuurlijk heel erg te zien is op social media, Instagram. En dat je heel erg bezig bent met, oké, ik moet, in ieder geval dat was ik in het verleden, heel erg bezig bent met, oké, ik moet aan een soort norm voldoen, aan een perfect plaatje. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk, of het nou van binnen of van buiten is, als je gewoon veel meer bent wie je bent, dingen minder verbergt, of het nou zichtbaar is of niet zichtbaar, dan ga je ook veel meer jezelf zijn. En dan heb je het ook meer over innerlijke schoonheid natuurlijk. Ja. En ik heb het zelf zo ervaren, dus dat toen ik dat zo ervaren had, dacht ik, ja, dat wil ik met mensen gaan delen. En zodoende ook mijn TED-talk. Ja, want jij hebt aan je linkerbeen dus een beenprothese. En ja. Ik dacht dat hij is maar 25 centimeter korter. Ik dacht dat hij korter was, zeg maar. Ja, maar 25 centimeter is wel dit, hè? Dus dat is best wel... Ik dacht echt dat jouw bovenbeen ook nog helemaal prothese was. Ja, dat denken heel veel mensen. Ja, het is dus, ik ben dus geboren met twee benen, maar mijn linkerbeen is altijd minder snel gaan groeien dan mijn rechterbeen. Maar wel met voet ook? Ja, dus mijn voet, ja, het is heel gek. Mijn voet zit er zo in, een soort spitsstand. Okay. En dit is mijn knie. Dus wat wij hier hebben, dat heb ik hier. Dus de verkorting zit echt in mijn bovenbeen. Ja. En dat maakt in die zin mijn
trainer met wie ik altijd train, die zegt ook altijd, je bent in die zin ook een beetje een gekke vogel in de amputatiehoek. Ja. Want ik heb dus geen amputatie, dus ik heb ook geen gelijke knieën. Dus rennen, dat is nog steeds, dat gaat altijd lastig blijven. Ja. Maar mij, dat vinden mensen altijd heel gek. Ja, zit je voet dan de hele tijd zo, ja. Ja. Maar je hebt wel gewoon een voet, toch? Ja. Maar zit hij dan lekker in de, als hij in de spiet staat? Ja, ik ben daar gewoon, het is gewend. Een gewenning. Ja? Gewoon, qua, als je dit al vanaf, ja, ik, toen ik wanneer begin met lopen, 2, 3, het zo doet, dan weet je niet beter. Nee. Dus ik... ontwikkelt hij misschien ook gewoon een beetje op die manier? Ja. Ja, nee, ik heb echt, als ik me altijd zeg, heel schattig een klein beentje, maar het is, dus er zit geen spierkracht echt in. Dus ik kan er ook wel even op lopen, dus als ik hem uit wil, ik ga douchen, of als ik naar bed ga, dan kan dat wel even, maar ik moet nu ook, merk ik nu ik ouder word, ik moet het niet te lang, want mijn hele rug gaat natuurlijk helemaal zo. Ja, het is gewoon dan loop je gewoon heel scheef. Heel scheef, ja. Nou, nu niet meer met die prothese, toch? Nee. Maar goed, als je die heeft jouw leven een beetje veranderd, toch? Er was een speciale prothesemaker. Ja. Nou, laten we nog eigenlijk iets terug, want weet ik dat jij eerst hem helemaal niet wilde laten zien, heel die prothese. Die bedekte jij aan alle kanten. Nou, ik had een... Cruciaal dit, ja. Ja. Ik had eigenlijk mijn hele leven, dus ik heb het vanaf jongs af aan. En ik moet ook wel zeggen dat ik er eigenlijk altijd wel goed mee omging. Dat ik eigenlijk niet zoiets had van, oh, ik vind het moeilijk. En tot een paar jaar geleden, dat is eigenlijk vlak voor corona, hebben een aantal dingen... Ja, iets verandert in mijn leven, waardoor ik er heel anders over ben gaan nadenken. En met name is dat ik altijd een prothese had, en dat wilde ik ook, die heel erg op een echt been leek. Dus mijn oude prothese, nou, die was helemaal nagemaakt met de huidskleur, zelfs de huidsvorm. En dan durfde ik wel gewoon rokjes aan, dus op festivals, als mensen helemaal, die gaan er naartoe, ja, er is iets met jouw been, maar we kunnen het niet helemaal plaatsen. Oh, echt? Ja, dat was echt een ding. En ik wilde zelf ook zo graag dat het niet opviel. Ik wilde gewoon voldoen aan iedereen, aan de norm, zeg maar. Maar ik kon slecht lopen. Dus je moet je voorstellen, ik was 27. Ik kon maar 100 meter lopen zonder pijn. Oh, en dan ben je gewoon eigenlijk wel een vitale jonge vrouw. En je doet niks aan sport. Maar dat vond ik alsnog minder belangrijk. Ik wilde dat het zo min mogelijk opviel. En toen kreeg ik, 1 keer de 3 jaar krijg je een nieuwe prothese. En mijn oude prothesemaker, daar was ik sowieso al niet zo tevreden over. En toen wees iemand mij op Frank Jol. En hij is eigenlijk een van de beste prothesemakers in Nederland. Hij doet ook het hele Paralympische team. Klopt. En toen had ik een afspraak met hem, want ik had het al helemaal in mijn hoofd. Ik dacht, nou, ik wil wel iets beter lopen, maar het moet precies weer zo helemaal huidskleurig zijn. En ja, je had ook van die soort van siliconenachtige huid met haartjes erop. Ik dacht, dat is het helemaal. Dus die eerste afspraak met hem was best wel grappig. Want hij zei, was meteen heel duidelijk. En hij zei, Sof, ik ga meteen duidelijk met je zijn. Wat jij nu hebt, ga ik niet voor je namaken. Je kan A, veel beter lopen. Het kan stoerder. En je bent het aan het verbergen. En ik dacht echt, ik werd echt boos. Ik dacht, ik wil niks stoers. Ik wil gewoon 2 normaal mogelijk benen. Dus we kregen echt een beetje een soort van discussie. Maar het zette me wel aan het denken. En toen zei hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga een proefprothese, dat doe ik sowieso bij iedereen. Ik ga een proefprothese voor jou maken. Die ga je niet mooi vinden, maar het is toch geen lekker weer. Doe je een lange broek aan, maar dan ga je ervaren hoe het is om een lichtere prothese te lopen. Want hij was ook veel zwaarder. En ga er eens op proef lopen. En nogmaals, over het uiterlijk, daar gaan we later nog wel met elkaar in gesprek. Dus ik een beetje mok, maar ik dacht, nou prima, ik doe een lange broek aan. Niemand die dat doorheeft. En je voelt me aankomen. In die 4 weken werd het natuurlijk 35 graden. En ik woonde toen nog midden in Amsterdam. Ja, het was ontzettend warm. En ik dacht, ja, ga ik dit nou echt doen? Maar ik stond daar voor die spiegel. En dat was best wel een moment waarvan ik dacht... Ja, ik voelde me ontzettend naakt en heel erg onzeker. Maar ik dacht wel, ja, ik ga ook niet met een lange broek naar buiten. Dus toen heb ik al mijn moed bij elkaar geraapt. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga een blokje lopen naar de Albert Heijn. En dan ga ik kijken hoe het voelt. En als het nou niks is, dan kan ik alsnog een lange broek aan doen. Ja. Want je had die andere prothese had je niet meer. Je had alleen even deze nu. Dus je ik kon niet anders. Nee, precies. Weet je wel? Dus het was ook wel echt soort van... Ik werd een soort in een hoekje gedrukt. Wat achteraf gezien heel goed is geweest. Ja. Toen ben ik naar buiten gegaan. En dat rondje heeft wel grotendeels mijn leven veranderd. Want wat er gebeurde is dat ik ging lopen. En dat ik zag dat mensen keken. Mensen keken natuurlijk altijd wel. Ik bedoel, dat is denk ik ook wel logisch. Omdat je anders liep, bedoel je? Omdat ik anders liep. Maar mensen keken ook heel anders. Mensen keken van, hey, oh, dat is duidelijk. Zij heeft een onderbeenprothese. En dat is dus blijkbaar een ding, is onderzoek naar gedaan. Dat heet Uncanny Valley. Want mensen in hun hersenen iets zien wat heel erg op een echt iets lijkt. Dus bijvoorbeeld Madame Tussauds. Dan gaan mensen lang kijken. Maar waarom kijken mensen lang? Omdat ze gaan kijken van, hé, maar waar zit het hem dan in wat het anders is? En dat gebeurde natuurlijk met mijn vorige prothese heel erg. Want het zag hoe het eruit zag heel
normaal eigenlijk uit. Maar ze zagen dat ik anders liep. Dus mensen gaan dan juist langer kijken. Ja, omdat ze de vinger er niet op kunnen leggen. Ja. Ja, precies. En dat rondje, het voelde met de stap die ik zette steeds bevrijdender. En het voelde echt alsof ik een zware deken van me af... Het liep ook veel fijner. Hij liep fijner, maar daar was ik al sowieso al helemaal achter. Ik dacht, dit is wel echt heel fijn. Ik krijg geen pijn meer. Ik kan langer dan 100 meter lopen. Ja. Maar en ook dat ik het voelde bevrijdend. Ik dacht, ik kan nu eindelijk zijn wie ik wil zijn. Ja. En in die periode, dus je moet je voorstellen, het is een periode van 5-6 maanden, heel veel verschillende dingen zijn er gebeurd. Maar vlak voordat ik deze nieuwe prothese kreeg, dat was denk ik 2-3 maanden daarvoor, was ik aan daten met een jongen. En het was coronatijd, dus we hadden elkaar daarvoor een keer gezien, maar dit was de eerste keer dat we met elkaar thuis gingen afspreken. En ik vond het, dat was ook de reden dat ik erachter kwam van, hey, ik zeg wel dat ik heel oké ben met mijn handicap, maar er is ook een gedeelte blijkbaar dus toch wat kwetsbaar is. Want als ik ging daten met een jongen, dan sprak je vaak in een bar af of ergens. En als je lange broek aan had, dan zag je het niet meteen. Dus dan moest ik wel eens na 3-4 dates, dan zei ik al tegen vriendinnen, ja, kut, hij weet het nog niet. En wat moet ik dan zeggen? Dus dan zei ik, dan moest ik na 3-4 dates, maakte ik het vet zwaar voor mezelf. Van ja, ik moet je wat vertellen, weet je wel. Terwijl, eigenlijk valt het allemaal wel mee. Maar ik maakte het mezelf wel moeilijk. Dus ik had weer een date met een jongen. Ja, en je wil ook niet... op moment suprême, een soort van tada, weet je wel. Nee, ja, zo, nee. Oh, wacht. Precies, toch? Nee, dat precies. Dat snap ik supergoed, ja. Dus het was heel... moment suprême bedoel je. Ja, dat... Ja. Als... Nee, goed, je ja. 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 Prima. Nee, ja, hè? Nee, maar waar heb jij dat precies over? Ja, ga verder met je verhaal. Ja. Nieuwe date. Nieuwe date. En we hadden thuis afgesproken. Hij wist het ook nog niet. Dus het in mijn achterhoofd spookte het wel een beetje van... ik moet het hem wel gaan vertellen. En... dat is denk ik ook wel in coronatijd, dat je als je thuis, of je nou met vrienden zit of in welke setting ook je hebt. In ieder geval ik ervaarde dat je opeens wat persoonlijkere, diepgaandere gesprekken had. En op een gegeven moment tijdens die date zat tegenover elkaar. Toen vroeg hij mij van, hey, wat is jouw grootste geheim? Toen dacht ik, mijn grootste geheim? Ja, weet ik veel. Ik heb geen groot geheim. Ja, ik ben best wel een open boek. Ik wist echt niet waar hij het over had. En toen zei ik, dat heb ik niet. Toen zei hij, maar wat is er dan met je been? En toen was ik even stil en toen dacht ik, dat had ik helemaal niet zo zien aankomen. Ja. Sorry, ik ben dat is echt heel goed. En toen zei ik van, toen heb ik dat helemaal uitgelegd. En ik voelde me misschien wel een beetje betrapt, maar ook wel dat ik dacht, zo zag ik dat helemaal niet. Het was voor jou helemaal geen geheim. Helemaal geen geheim. Nee. En toen legde ik het uit en toen zei hij, de reden dat ik het vroeg was omdat elke keer als wij op de bank zaten en we hadden al gezoend en hij legde zijn hand op mijn been. Dan duwde ik dat weg. En dat had ik zelf helemaal niet door. En dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik dacht, ik zeg wel dat ik er helemaal oké mee ben. En dat was denk ik ook voor 80% zo. Maar er was gewoon best wel een kwetsbare 20%. Waarin ik het toch eigenlijk aan het verbergen was. Ja. Dus de dag daarna, toen hij weg was, dacht ik... Dit heb ik helemaal niet zo doorgehad. En dat was wel, denk ik, een van de eerste momenten... wat het mij aan het denken zette van... maar hier moet ik wat mee. En toen, een paar maanden later, kreeg ik dus een nieuwe prothese. En dat heeft mij eigenlijk nog een duwtje gegeven in van... ik moet dit veel meer gaan ownen. Ik moet dit eigenlijk veel minder gaan verbergen. En veel meer ownen wie ik ben. En veel meer laten zien dat ik dit heb. En dat ook oké is. En dat voelde echt als een soort, het was echt een soort, ik ben wel voorzichtig met het woord coming out te gebruiken, want ik wil daar niemand mee beledigen. Maar ik heb wat vrienden die uit de kast zijn gekomen, die zeggen, hoe jij dit beschrijft, kan ik helemaal me inleven. Dat het voelt zo een soort van coming out. Bevrijding. Ja. Is het nog wat geworden met die jongen? Nee. Okay. Ik heb inmiddels nu wel een vriend, maar dat is een hele andere jongen, ja. Maar ja. Toch heeft hij in zekere zin wel een beetje geholpen door zo open en eerlijk die vraag te stellen. Ja, zeker. En we hebben nog wel contact. En kort daarna heb ik een artikel in de Linda Meijden geschreven over dit verhaal. En dat heb ik hem ook laten lezen. En toen zei hij, ik had nooit verwacht dat die date zoveel impact op jou heeft gemaakt. En daar was hij natuurlijk heel blij mee dat hij mij daarbij had geholpen. Maar er gebeurde heel veel in die periode, zei je. Ja. Kun je dat allemaal vertellen of zijn dat een paar persoonlijke dingen waarvan je zegt? Nee, gebeurtenissen, evenementen, die zijn echt wel echt leidend geweest. Life-changing, ja. Maar wat er daarna gebeurde, ik ontpopte eigenlijk helemaal als een soort bloem. Want ik dacht opeens,
wow, ik ontdek een kant van mezelf. En dus ik ook met daten daarna. Ik had dus bijvoorbeeld wel eens dan op mijn, weet ik veel, Happen profiel, had ik eerst helemaal geen foto's met benen. Want ik dacht, nee, dat wil ik niet. En daarna ging ik veel meer... Ik ben het weer even kwijt, hoor. Happen profiel, maar... Ja, dat is een soort van Tinder. Ja. Nee, ik ben het weer even kwijt. Ja, nee, ik hoor je allemaal dingen voorbij komen. Stel gerust de vragen, ja. Oké. Happen profiel, niet volledig in beeld. Ja. Nee. En toen dacht ik, nou, dan ga ik nu ook veel meer laten zien dat ik dit heb. En dan zullen er ongetwijfeld wel jongens zijn geweest die dat moeilijk vinden of daarop afknappen. En toen dacht ik, ja, maar dan die wil ik toch niet. Dus dat is een mooie vleeskeuring, ook van mijn kant. Maar hoe is het met je huidige vriend gegaan dan? Ja, goede vraag. Leuke vraag. Dit was inmiddels, want ik ken hem nu denk ik 6-7 maanden. Maar toen wij elkaar leerden kennen, dat was ergens vorig jaar zomer. Dat was tussen de coronatijd, waren er 2 weken dat je weer naar festivals kon gaan. En toen ben ik naar festival gegaan en daarna heb ik hem op een huisfeestje heb ik hem ontmoet. En toen had ik ook meteen een rokje aan en ik draag ook glittercovers eroverheen. Ja, weet ik. Die zijn heel mooi. Ja, die zijn echt mooi. Je klinkt jaloers nu. Oprecht. Ja, dus dat was meteen al heel duidelijk dat ik dat had. En toen hebben we elkaar daarna een paar maanden niet gesproken. En toen we gingen daten, was het ook al meteen duidelijk dat ik dit had. En ik denk dat het ook meteen... Maar heb je daar dan een gesprek over gehad met hem? Ja. Hij vroeg er gewoon meteen al, denk ik, naar van... joh, ik ga hem gewoon naar vragen. Ik zei, joh, vraag wat je wil vragen. Ja. Want het was ook helemaal geen geheim meer. Dus het was meteen out in the open. Hij vroeg meteen, oké, maar hoe zit dat dan? En wat veel mensen dus ook denken, is dat je een geamputeerd been hebt. Dat is, en niet dat ik dat erg vind, maar het is daardoor vaak... Ik zal even tekst en uitleg geven van hoe dat dan zit. Maar nee, hij was er meteen heel relaxed onder. En dat is natuurlijk ook voor mij een reden geweest om onder andere ook op hem te vallen. Want ik heb ook iemand nodig die daar helemaal oké mee is. Die mij accepteert zoals ik ben. Maar heeft hij ook allemaal vragen over gesteld? Ja. Wil hij ook weten of het erfelijk is? Of? Ja, heeft hij ook gevraagd, zeker. Ja, wel later. Hmm. Maar het is overigens niet erfelijk. Want er is iets misgegaan in de buik. Daar heeft mijn moeder ook nog ook onderzoek naar gedaan. Ja. Het zou volgens mij kunnen zijn dat we zelfs dezelfde aandoening hebben. Ja? Ja, want wat ik heb, dat FFU-syndroom, dat heet... dat oorspronkelijk is dat, zeg maar, dat je een afwijking hebt aan je ledematen. Ja. En dat heb jij in principe dus ook. Ja. Maar goed, ze hebben natuurlijk 100.000 syndromen hier. Ja, nee, het is echt... Maar het kan in de buurt komen. Als je kinderen krijgt, dan... Bij mij is het ook niet erfelijk, nee. Zeggen ze. Dus ja... Ja. Dat is op zich wel relaxed, maar goed kijken, dan kun je wel zeggen, dit is niet erfelijk. Wie zegt dat je kind dan sowieso gelukkig wordt? Snap je? Nee. Nou, dat is natuurlijk de andere kant weer. Maar... Precies, ja. Maar de prothese die je nu hebt, lijkt alles behalve op een been. Ja, nee, het is echt wat... En als je er dan nu naar kijkt, wat voel je dan? Van carbon. Ik vind het heel, heel vet. Heel stoer. Ja, ik vind hem ook heel vet. Ja, maar... en iedereen ook om me heen, die zijn wel 10 keer vetter. Dan wat ik daarvoor had. Ja, en ik heb mijn oude prothese heb ik dus nog. Want de grap was dat ik mijn oude levensfase wilde afsluiten met mijn oude been en daar een piñata mee kapot slaan. Alleen is het niet gelukt vanwege corona. Dus er ligt nog een piñata en een half been bij mij in huis. Dat moet je dus nog een keer doen. Dat moet ik dus nog steeds een keer doen. Dus dat gaat nog wel een keer gebeuren. Ja, maar dan zie ik hem. Ik ben laatst verhuisd en toen moest ik alles opruimen. En toen zag ik hem, dacht ik, jeetje, wat ouderwets eigenlijk. En dit is, ik loop 10 keer beter, het is stoerder. Maar je voelt je vrij, want dat is de essentie van het bestaan. Ja, mensen gaan bijna allemaal in een soort beperking leven. Ja. En als ze die vrijheid kunnen creëren voor zichzelf. Klopt, dat is echt zo. En je sport nu heel veel. Want ik las ook dat je best wel graag wilde sporten. Niet zo goed wist hoe. Nee. En door deze prothese nu, je bent echt tering veel aan het sporten. Je gaat ook aan de competitie op Lowlands meedoen. Ja, wat is dat CrossFit precies, jongens, weer? Want dat houdt ja, dat moet je even bij haar zijn. CrossFit is eigenlijk, ik mag niet geen fitness zeggen. Maar het is wel gewoon in een CrossFit box. Hmm. En het is eigenlijk ook een combinatie van kracht, conditie en heel erg functionele oefeningen. Dus soms zit ik zandzakken van 30 kilo heen en weer te slepen. Dan denk ik, waar is dit leuk voor? Ja. Maar het is wel heel nuttig. Dus ik merk echt dat ik nu, als ik zware tassen optil of zware dozen, dat echt veel makkelijker gaat dan daarvoor. En het is dus een combinatie van. Dus, en het is ook, ja, je doet squats, snatches, dat is een wedstrijdvorm ook. Ja, op Lowlands ga je toch aan een wedstrijdvorm. Ik ga namelijk naar Lowlands, dus dan kom ik kijken. Ja, nee, maar het is de Lowlands Throwdown. Het is dus, ja, nee, het was leuk geweest. Om jammer, dan, dat dacht ik. Smoegelen. Ja, nee, ik zie het ja, al. Ja, ik heb wat dronken aan de zijlijn. Met je biertje.
Nee, het is geweest twee weken geleden. En dat, waarom ik ook CrossFit doe, niet alleen omdat omdat ik het heel leuk vind om te doen. Maar ook dus ook omdat het me heel erg helpt in mijn dagelijks leven. Ik word er steeds sterker van. En ik heb minder pijn. Maar in CrossFit, het komt uit Amerika, is het overgewaaid. Ook in heel veel oud-militairen die daar ooit mee zijn begonnen. Mensen die dus ook in de oorlog een arm of een been zijn verloren. En daar hebben ze, in Amerika is dat al heel groot, een adaptive divisie. Dus echt je hebt allerlei divisies van leeftijden. Mensen die het echt professioneel doen of meer op amateursniveau. Maar ook mensen dus met arm- en beenprotheses. En die, ja, de workouts zijn in principe hetzelfde, tenzij iets niet kan of niet lukt. En daar maken ze echt onderscheid in lower en upper extremity. Dus als je iets aan je armen hebt of iets aan je benen, dan in mijn geval lower extremity. Maar ook mensen die een neuroafwijking hebben, dus mensen met MS of mensen die, het was een jongen die ermee, die was half blind. Die adapted visie is nu langzaam te overwaaien naar Europa en ook naar Nederland. En dit was de eerste CrossFit wedstrijd in Nederland waar ze ook echt de adaptives mee lieten doen. Dus Danny, met wie ik altijd train, die heeft precies eigenlijk hetzelfde als wat ik heb. Onderbeenprothese, heel toevallig. Hebben we ons gekwalificeerd en meegedaan. Drie dagen lang in de rij. Nou, ik ben echt dood gegaan, maar het was ontzettend leuk. Ja. Vet. Ja, maar als je me 5 jaar geleden had gevraagd, oh jij sport 5 keer per week, dan had ik je echt uitgelachen. Maar dit is nu helemaal je doel voor de komende jaren, om daar nog weet of? Nou, het doel, ik heb wel verschillende doelen, maar ik vind het wel heel erg leuk om dit te blijven doen. Ja. En ik doe het heel erg voor mezelf, omdat ik het heel lekker vind om te sporten en nogmaals, ik word er sterker van. Maar ik doe het ook om iets aan de buitenwereld te laten zien. Van, hè, als je een beperking hebt of iets aan je lichaam, dan houdt het leven niet op. En dat is natuurlijk iets wat heel vaak wordt geroepen. Maar het wordt wel vaak meteen, oh, dus je bent een paralyseerd. Ik heb dan tegenwoordig een bleed. Ja, supervet. Via Uniek Sport, hè. Helemaal blij mee. Maar als ik daarmee op straat loop, dan mensen denken meteen, oh, je doet mee aan de Paralympische Spelen. Terwijl je hoeft niet per se een Paralympische sporter te zijn om te sporten. Nou, dat is ook wel cool, toch? Dat ze dat denken. Hey. Ja, het is zeker cool. Denk je, hey. Maar het is wel weer het extreme, alsof je jezelf helemaal... Er geen in-between is. Er is ook een in-between, zeg maar. Mm. En dat is ook wel de reden dat ik ook onder andere die TED-talk heb gegeven. Het artikel erin in de meiden. Want ook toen moest ik op de foto. En toen zei ik expres van, joh, ik wil echt vrouwelijk sexy op die foto staan. En toen vroeg ze ook maar, waarom wil je dat zo graag? Omdat ik zei, je kan namelijk ook sexy zijn als je een handicap hebt. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar dat is toch logisch? Maar toch krijg je, ben ik in het verleden wel eens opmerking gekregen, want ben je knap voor een gehandicapt meisje? En dat betekent, mensen bedoelen dat helemaal niet slecht, denk ik, in essence. Maar ja, het is wel iets waar mensen hun vooroordelen niet door hebben. Ja, ja, dat is toch een aparte opmerking als je het zo zegt. Eigenlijk, ja, dat denk ik ook wel. Ja. En dan heb je dat prachtige haar nog, waar jij jaloers op bent. Ja, daar ben ik echt jaloers op. Zoveel volume. Nou, even dus door. Ik hoor net dat jij ook heel veel danst. Dat wist ik helemaal niet. Ja, wat doe jij dan? Ja, ik dacht dat ik dat wel aan jou verteld had. Ik heb het nooit verteld, maar dat hoor ik net terwijl we even zitten te wachten. Dat moet ik even vertellen. Ik herken wel wat jij zegt, dat als je dus veel sport, dat het gewoon je echt helpt in je daily life. Ja. Maar vorig jaar was Introdans, als een dansgezelschap in Arnhem, die op heel hoog niveau doen dansen, net zoals het Nederlands dansteam en zo. En die konden door corona niet dansen, of in ieder geval niet optreden. Dus toen gingen ze livestreams doen en die mocht ik presenteren. Toen had ik een hele goede klik met choreograaf Adriaan Lutijn. En die zei, dacht ik, wil je een keer meedansen? Maar ik dacht gewoon voor de lol lesje, weet je, lachen. Ja, ja, ja. Maar die bedoelde dus gewoon een productie van 6 weken, 9 uur in de week trainen. Weet ik het, hoeveel shows we hebben gedaan. Vet. Ja, maar ik ben dus en echt verliefd geworden op modern ballet. Want ik vond het echt, ik vind het echt fantastisch. Ja. En ik vond het heerlijk om zoveel bezig te zijn met mijn lijf. Ja. Daar was ik ook echt onder de indruk. En daarna heb ik wel gekeken of ik nog in een klasje kan. Maar ja, dat was wel lastig. Dus gelukkig gaan we volgende week weer beginnen met een nieuwe productie. Wat leuk. Ik ben dus ook aan het kijken wel om wel personal training lessen te gaan volgen. Om dat ernaast dan te blijven doen. Want ik herken dus helemaal wat jij zegt. Maar hoe doe je dat dan? Nou, modern ballet is heel veel grondwerk. Ja. Dus het is heel veel laag, zeg maar, bij de grond. En ja, er staat een video van online. Ik moet even denken, die staat op YouTube volgens mij. En je kunt hem ook sowieso vinden op mijn Instagram-account, Het Leefje van Eefje. Maar ja, dus staat die gaat wel uit je rolstoel. Ja, ik doe het inderdaad echt zonder rolstoel. En het is heel veel grondwerk. Nog goed verhaal dit, hè? Ik ga het hier nu niet voor doen. Maar het is echt wel goed verhaal, is het superleuk. Zeggen. Het is echt cool. Ik vind het helemaal de shit.
Wat leuk. Helemaal om. Dus toen, daarom, nu jij zoveel sport, dacht ik, ja, dit herken ik helemaal. Ik heb ook er helemaal zin om te gaan sporten. Ja, ja, het is lekker, toch? Het is echt lekker, inderdaad. En je merkt, het klinkt logisch van, ja, ik kan een doos makkelijker tillen, maar dat is echt chill. Ja. En ik heb het ook als ik in mijn auto moet klimmen, weet je, of in de rolstoel, of ik moet thuis iets pakken of zo. Het is echt... Sport, ja, maar mensen hadden het beeld van jou bij Lowlands dat je zit te zuipen. Maar je doet gewoon al hartstikke veel. Nou, natuurlijk doe ik dat ook. Ja. Dat zal ik niet ontkennen, maar... Nee, ja, klopt. Het is toch geweldig dat je dat doet. Ik hoorde dat niet. Wat een goed verhaal. En je hoort jou het verhaal dat je het ook zo helemaal opgepakt hebt. Sport jij ook? Ja, wat doe jij eigenlijk? Tennis, een beetje fitness. Stelt allemaal geen fluit. Je presenteert een voetbalprogramma. Nee, maar ik bedoel, het voetballen doe ik altijd. Mijn zoontje voetbal, daar ga ik altijd naartoe. Dat vind ik fantastisch. Oh, ja. Met de vaders voetballen. Waar gaat dit over? Ja. Het gaat hier helemaal niet over Het gaat over ons sporten. Ja. Ja, het gaat over het feit dat je geen grenzen moet kennen. Hoe oud je bent, hoe misschien soms ook iets van beperkt je bent. Dat vond ik ook wel leuk met het dansen. Ik had nooit gedacht dat ik dat ooit nog zo zou gaan doen. Nee, maar hoe leuk. Dat was ook, had mij 3 jaar geleden verteld dat ik ooit op zo'n hoog niveau dansvoorstellingen zou gaan doen. Nou, superleuk. Jij hebt hetzelfde meegemaakt eigenlijk. Eigenlijk had je met die hele mooie prothese, waarbij het net leek of je een echt been had, eigenlijk veel meer beperking dan je er nu hebt. Zeker, 100%. Ja. Ja, en zeker nu ook nu, ik heb dus nu 3 benen, ik vind dat heel cool te zeggen. Omdat je zeg maar die als 2 telt. Nee, ik heb 1 been waar ik maar ik weet het water in mag. Je hebt zwemmen. Nog een prothese. En dan nog een andere prothese met een blade. En die blade, dat merkte ze nu ook, dat die heb ik nog sinds kort. En als ik daar dan nu mee sport, wat een verschil. Hoe loopt dat? Dat vraag ik me soms zo In het begin dacht ik echt, ik schiet echt naar de maan. Ja, en ik zie je over 2 dagen weer, weet je wel. Ja, je moet echt oefenen met dat ding, hè? Ja, en met name ook met rennen, want het is wel een soort van... Ja, ik noem het een beetje een soort flipper. Dus je moet wel echt zorgen dat je niet... Je kan niet zeg maar op een normale straat met straatstenen. Ik ben heel bang dat ik dan zo kuit hangen. Met zijn blade. Ja, dus je kan hem ook echt alleen maar... Je moet hem heel gecontroleerd in de juiste richting op schieten, heb ik wel eens gehoord. Ja, nou dus het is... bosjes. Nee, maar het heeft een blade vorm, maar het is niet de blade die Fleur Jong gebruikt. Oh, oké, ik wou zeggen. Want die gebruikt hem echt voor hardlopen. Ja, klopt. En dat doe ik dan niet. Nee, precies. Maar ik gebruik hem meer om echt een beetje te bouncen. Bouncen door het leven. Wat lekker. Ja. Lijkt me heerlijk. Ja. En tussen heb je, neem ik aan, nog een maatschappelijke carrière? Of? Ik heb gewoon een kantoorbaan. Ja. Ik werk van 9 to 5. Maar ik merk wel dat na deze soort van openbaring ik er wel veel meer mee ben gaan doen. Dus mijn TED Talk en ik spreek wel eens op evenementen voor bedrijven om hier meer over te vertellen. Ben je nog beperkt? Nee, ik voel me echt totaal niet beperkt. Nee. Nee, en eigenlijk heb ik me dus nooit echt beperkt gevoeld. Maar als je dus, wat jij zegt, achteraf op terugkijkt, denk ik wel dat ik veel beperkter was dan dat ik nu ben. Ja. Maar zit een beperking dan ook vaak in je hoofd? Ook mensen denk ik wel. En ik denk ook wel dat het de beperking ook zat in mijn toch onbewuste onzekerheid naar de buitenwereld toe. Van, oh shit, kan ik dan wel zijn wie ik wil zijn? Maar ik voel me echt totaal niet beperkt. Nee. Wat lekker. Het is heel fijn. Het is echt bevrijdend. En de grap is ook wel dat ik soms mensen zie met 2 normale armen en benen die zich veel beperkter voelen. En gedragen ook. Ja. Dan dat laatste denk ik ook nog eens, ja. En je zei net dat je met de auto toch hier was? Ja. Heb je aangepaste auto? Nee, ik heb het geluk dat ik in een automaat kan rijden. Dat is top. Ja. Nee, dus je kunt gewoon in principe in iedere automatische auto rijden? Ja. Automaatauto. Je hebt trouwens weer een nieuwe, zag ik. Bus heb jij. Nee, die is helemaal niet nieuw. Ja, de eerste keer dat je hiermee maakt, dat je zo'n vierkante had je toen. Nee, dat is echt dezelfde. Echt waar? Nee, volgens mij niet. Heb je nieuwe wagen? Ze rijden echt een enorme bus. Ik krijg waarschijnlijk wel een nieuwe, maar ik heb deze nu 7 jaar. En ik kan eigenlijk ook echt nergens anders rijden. Je hebt toch wel wat aanpassingen, of niet? Ik heb een heleboel aanpassingen. Ja. Ja, ik rij ook eigenlijk niet met een stuur en ook niet met gaspedalen. Oh nee. Ik rij met een joystick. Ja. Partijbonnen, niet te geloven. Ja, toch? Nee, nu niet meer. Nee? Inderdaad, de eerste half jaar wel. Ja, dat is inderdaad wat wel goed. Waar. Ja. Maar nu gelukkig niet meer. Maar wat lekker dat je dan in iedere auto gewoon kunt rijden. Ja, dat is wel echt heel super praktisch. En fietsen, kun je dat ook? Ja, dus ik heb wel een aangepaste trapper, omdat mijn slag van mijn linkerbeen minder groot is dan mijn rechterbeen. Oh ja. Maar ik fiets gewoon best wel veel. En ik ben dit weekend bijvoorbeeld dat is wel grappig, dit weekend met vriendinnen naar Ierland gegaan. En daar ook veel gewandeld. Jaren geleden kon ik echt niet mee. Dan zou ik gewoon in het huisje blijven of ergens in een restaurantje gaan zitten. Nou, ik heb eigenlijk bijna alles meegedaan. En mijn vriendinnen die weten natuurlijk hier helemaal, die zijn van dichtbij, hebben ze dit natuurlijk meegemaakt. Maar zeiden, wow, het is voor ons nu echt weer duidelijk, want dit hadden we 5 jaar geleden echt niet kunnen doen. Nee. Ja.
En doet het dan ook geen pijn meer? Nou, nee, dus het is geen pijn. Ik merk wel dat mijn benen, dat het voor mij wel wat vermoeiender is dan voor iemand anders. Ja. Zeker want we hadden op een gegeven moment ging een beetje een berg op. En ja, ik doe het wel, maar ik moet af en toe wel even pauze houden. Ja. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik heb geen last daarna. Dus het is gewoon, ik ben wat eerder moe misschien. Ja. 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 Ja, pijn is echt niet fijn. Nee. Heb je nog doel in het leven? Heb je even? Ja, ik bedoel, omdat je dit zo hebt opgepakt en ook zo hebt omarmd. Nou, ik wil hier wel, ik wil wel veel meer dit uit gaan dragen. Ja. Dus het is ook de reden dat ik hier zit. Ik wil wel iets gaan veranderen, omdat ik ook wel zelf een rolmodel heb gemist in mijn jongere jaren. Snap ik. Je had natuurlijk vroeger Lucille Werner. Nou, gelukkig hebben we nu Eva. Maar ik denk dat er nog veel meer rolmodellen moeten zijn. Ik vond het wel het grappig stiekem dat zij rolmodel was, want zij stond met haar been letterlijk achter die balie. Ja, ja. Maar ja, ze liep dan wel altijd naar de finale. Ja, dat dan wel. Ja, dat klopt. Dat is waar. Ja. True. Maar dat was het dan ook inderdaad. Dat klopt. Ja, en ik zeg niet dat ik dat per se moet zijn, maar het gaat er wel om. Ik geloof heel erg in zichtbaarheid en ik geloof heel erg in rolmodellen. Nou ja, ik heb dat dus zelf gemist. Dus toen ik zelf een beetje in die openbaringsfase zat, toen ben ik echt op Instagram gaan zoeken. Maar wie ken ik dan met een handicap? In Nederland, maar ook wereldwijd. Ik kende niemand. Dus toen ben ik gewoon hashtags gaan volgen. En zodoende bijvoorbeeld ook op Paola Antonini gekomen, een model uit Brazilië. En zij is ook echt super vet. Heel vet. Zij heeft ook één beenprothese, toch? Ja, zij heeft een amputatie. Zij is haar been verloren in een auto-ongeluk. En ze was daarvoor al model. En toen dacht ze, ik ga gewoon door met modellen. En ze is heel knap. Maar ook, zij heeft gewoon echt scheid gehad. En gedacht, ik ga nu niet mijn carrière stoppen. Maar ze is ook zo mooi met die prothese. Het past, zo vet. Het is ook een hele mooie prothese bij haar. Zij heeft ook zo'n glitter ding. Alle kleuren van de regenboog. Ja. En toen ik dat zag, dacht ik, dat wil ik ook. Dus daardoor heb ik ook die glitter. Ja, snap ik. Dat zei je toen tegen mij inderdaad, ja. Ja, maar ik zag dus ook wel van... Ja, ik zit erbij en ik kijk naar je. Tuned even helemaal uit. Nee. Dus ik zal het zo even laten zien. Ja, dat is goed. Nee, Paola Nutini, toch? Nee, Paola Antonini. Antonini, ja. Voor mensen die het nog even willen opzoeken. Ja. Paola Antonini. Paola Antonini, ja. Maar ondertussen was Eva ook een voorbeeld voor je. Dus anders zijn we met elkaar in contact gekomen. We kennen er niet heel veel in Nederland. Nee, dat is ook zo. Ja. En jij was voor mij een inspiratie omdat je ook gewoon heel veel scheid had en dacht, yo, dit is wie ik ben. Nou, dat vond ik wel grappig wat jij net zei. Dat je dus zei van dat onderzoek, dat mensen als ze dus zien dat iets anders is, maar de vinger er niet op kunnen leggen, dat ze er heel erg naar gaan kijken. Ja. Ik kan het gewoon echt niet verhullen, bijna niet. Nee. Dat is echt bijna onmogelijk. Dus bij mij snapte ze... Gisteren, we zitten in de tijd, maar ik zag je laatst in een tv-programma. En dan, je ziet het ook niet weer. Nee? Maar het komt omdat we elkaar kennen, weet je wel. Leuk als mensen dat zeggen. Maar komt dus ook omdat we je nu vaker zien, denk ik. Omdat we misschien je zien ook. Zoals je bent. En klaar, toch? Ja, misschien ook inderdaad. Ja. Maar het is wel dat... Bij mij zien ze het wel. Dus bij mij snappen ze altijd meteen dat ik de lift pak. Of dat ik iets uit de schap moet hebben. Of whatever. Precies. Ja. Nu moet ik ook wel zeggen, dan had ik van de week ook een keer dat de visagie boven ze had. En toen hadden ze de hele visagie naar beneden gehaald. Zei ik, jongens, ik kan echt wel een trapje lopen, weet je wel. Vind ik lief. Ja. Maar vind ik ook ergens dat ik denk, vraag eerst even aan me. Precies. Ik denk ook wel, en dat wilde ik nog even zeggen, want de reden dat ik er ook heel erg in geloof, is omdat ik dus zelf bij mezelf heb gemerkt dat ik dus niemand kende. En toen ben ik die hashtags gaan volgen, toen kwam ik haar tegen. Ja, ik mijn hele tijdlijn stond vol mensen met arm- en beenprotheses. En toen zag ik weer iemand met twee normale armen en benen. En toen dacht ik, dat is gek. Ja, en dat vond ik dus zo grappig bij mezelf te merken, hoe snel je hersenen eigenlijk ook... Maar dat is het. Het is puur gewenning. ...wennen aan iets... Klopt. Daarom geloof ik daar gewoon heel erg in. Gewoon in alle vormen, maten, kleuren, weet je wel. Ja. Goeie boodschap. Maar ook hoe je hier nu zit, zeg maar, die prothese zie je toch helemaal niet? Nee. Terwijl die eigenlijk best wel zichtbaar is. Ja. Ook weer tegelijkertijd. Ja, het was dat nu ook net te koud om een rokje aan te doen. Maar anders had ik gewoon, als ik een jurk aan had gehad, dan had je het wel weer natuurlijk meer gezien. Precies. Ja. Nou, volgende aflevering dan. Vond ik wel je glitter dingen aan doen. Ja, had ik eigenlijk moeten doen, hè? Ja, dat hoop ik. Shit. Oh, kut. Nou, volgens mij hebben we de boodschap duidelijk kunnen maken. Ik denk het wel. Ja, ik vond het een leuke aflevering. Gezellig dat je er was. Voel je vrij. Ja, geef jezelf over. Ja, dat gewoon. Laat zien wie je bent. Ja. Own it. Ja. Mooi gezegd. Doe jij nog? Nee. Laat ik mijn haar verven, bedoel je? Oh.
Nee, dat is nog niet nodig. Je bent nog helemaal niet zo grijs. Hey, dat is geverfd, man. Het is geverfd. Je volgt die uitzendingen toch wel van ons. Daar worden altijd grappen over gemaakt. Oh, is dat zo? Ja. Nou, misschien moet je het dan niet meer gaan verven. Dat ik me gewoon laat zien wie ik ben. Ja. Zo. Ik denk dat je het je wel zal staan. Ik denk ook dat je het wel kan hebben. Ja? Ja, dat is wel mooi, hoor. Zitten we hier nou te doen? Kan dit eruit knippen? Nee, we gaan dit niet eruit knippen. Nee. Nou, dat zo voor deze je moet je kwetsbaar opstellen, daar hebben we het net over gehad. Ja. Dat doe ik toch, daarom ik vertel het ook gewoon. Nee, maar daar moet het er niet uitknippen. Ik heb daar nooit over gelogen. Nee. Goed, willen jullie nou meer afleveringen kijken? Wil je meer te weten komen over sporten met een beperking? Jij hebt jouw blade van Uniek Sporten, toch? Ja, zei je net. Van Uniek Sporten. Nou ja, je kunt daar allerlei hulpmiddelen krijgen. Kijk dan even op www.unieksporten.nl. .nl, ja. Toch? Ja. Ja, we zitten in Nederland. Ja, nee, ja, ja, precies. Oh, dat was hem. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende keer.